moeilijk voor mij, maar u kan ze toch wel opsturen. Ik zal dan op het einde zal ik ze nalezen en zal ik u proberen om die dus te beantwoorden. Wanneer ik er niet zou in slagen om die te beantwoorden, dan stuur ik u dat per mail op. Deze uitzending wordt ook opgenomen. Het heeft niks te maken met privacy, maar dat is gewoon omdat u er nog eens zou kunnen naar luisteren. Ik weet nog niet precies wanneer, het zal in de loop van volgende week zijn. En ik hoop dat u dan misschien nog eens kijkt, wie weet. Kan u dus nog eens volgen naar, met de tentoonstelling of de, hier deze lezing over mannekenpis te bekijken. U kon, verleden jaar, kon u eigenlijk op de straatstenen, de kasseien van Brussel, op verschillende plaatsen deze taak zien. Gelukkige verjaardag, mannekepis. Gelukkige verjaardag, omdat mannekepis verleden jaar inderdaad jarig was. 400 werd hij. Hij heeft een taart gekregen met een heleboel kaarsjes op. En hij heeft die dus uiteraard ook uitgemaakt. Niet uitgeblazen natuurlijk. Ik laat u raden hoe hij ze uitgedaan heeft. Ja, kan u zich wel iets bij voorstellen, veronderstellen. Ik, nu 400 jaar, is ons manneke dan maar 400 jaar oud? Nee, ons manneke is veel ouder, maar het beeldje dat we hebben, het beeldje dat u kan zien op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat, dat is 400 jaar oud. Nu, fonteinen in de stad Brussel, er waren er natuurlijk vroeger veel meer dan er nu nog zijn. Er was er eentje met de beeldenis van Sint Michiel op de Grasmarkt. Deze hier, wat u hier ziet, is geen fontein. Dit is een beeld dat van de kathedraal komt, een noordtransept van de kathedraal. Daar staat Sint Michiel, staat er nog altijd. Dit beeld was beschadigd. Zoals het beeld van Sint Goedele, dat aan de zuidkant van de kathedraal staat. En die beide beelden zijn weggehaald en die staan nu in ons museum, Museum van de Stad Brussel. Dus wanneer u binnengaat, u heeft een ticketje gekregen, vandaag krijgt u dat, dan draait u naar links, hè. Coronaparcours moet u volgen. En daar gaat u bijvoorbeeld dit beeld hier zien van Sint Michiel. Sint Michiel die de stad beschermt natuurlijk tegen al het kwaad. Dat is wat hij aan het doden is met zijn speer of met zijn zwaard. Maar dus oorspronkelijk is het ook een fontein geweest. Niet alleen het beeld dat zich bovenop de kathedraal bevindt, maar het is dus ook een fontein geweest. Zoals er dus nog een aantal andere fonteinen waren. Dit is het beeldje waarover het gaat. Het fonteintje van mannekenpis. Ja, hij is niet zo groot. Hij is ongeveer 56,4 centimeter groot. Weegt 20 kilo. Droog aan de haak. En het is het beeldje dat gemaakt is door Hieronymus Duquesnoy. Nu, wie is die Jérôme Duquesnoy? Die komt uit Le Quesnoy. Dat is een stadje in het noorden van Frankrijk, net over de grens. En die is in de 17e eeuw naar Brussel gehaald door de aartshertogen Albrecht en Isabella. Hij was de beeldhouwer van die mensen en hij heeft dus een aantal beelden gerealiseerd. Hij heeft een andere fontein gerealiseerd ook. Op de Grasmarkt stond een saterfontein die van de hand was van Hieronymus. Die is jammer genoeg verdwenen, zoals er ook heel vele fonteinen verdwenen zijn. Maar dus Hieronymus maakt dat hier in... ja, we zitten in volle barok. Dat ziet u aan de spieren van ons ventje. Ja, we gaan er nog beter naar kijken natuurlijk in de volgende minuten. Dat had u wel begrepen. Nu, mannekepis. Waar komt dat ventje vandaan? En waarom hebben we een naakt plassend kereltje staan op de hoek van die straten? Dat is eigenlijk, ja, dat is te wijten aan de Grieken en dan later de Romeinen. Die hadden ook al afbeeldingen van Putti, Puto in het enkelvoud. En de Puto die je hier ziet is Cupido. Eros bij de Grieken, dus die komen bij de Grieken en bij de Romeinen voor. Bij de Romeinen is het Cupido. Cupido die hier op deze tas staat, die hier ook rechts staat, die eigenlijk de basis is van een schaal. En Cupido, die ook rechts van onder, ik ga eventjes mijn laserpointer nemen, zak, voilà. U ziet hem hier in de smidse van Vulcanus, of ja, Hephaestus.
zoals u hem hier ziet, die de pijlpunten aan het smeden is. U weet misschien dat Cupido twee soorten pijlen heeft. Gouden pijlpunten, als u die in uw hart krijgt, dan bent u verloren, want dan wordt u hopeloos verliefd. Hij heeft ook een tweede soort pijlen. Deze hebben een loden pijlpunt. Als u die in uw hart krijgt, ja, dan is het, heeft u ruzie voor de rest van uw dagen. Maar die afbeeldingen van dat ventje van Cupido, en niet alleen van Cupido, maar van vele putti, krijgt u heel vaak te zien. En dus dat is ook een van de redenen, of ligt ook aan de basis van ons ventje. Wanneer u naar Parijs gaat, een paar kilometer boven Parijs, 20 kilometer erboven, dan heeft u daar het Château d'Écouen. Dat is een kasteel uit de 16e eeuw. Aan de Montmorency heeft dat gebouwd in volle renaissance. En wat u daar kan zien is dit paneel. Het is paneel van Diana en Actaeon. Diana is in bad. Ze wordt geholpen door een paar nymfen. En ze wordt begluurd door een jager. Nu, de jager staat links. U ziet hem hier uiteraard. En die jager is dus Actaeon. En die jager die jaagde niet alleen, maar die had 50 honden om het wild op te jagen. En ik denk dat als je 50 honden bij je hebt en je probeert iemand te begluren, dat dat wel zal opvallen. En dat is dus uiteraard ook gebeurd. Diana heeft hem betrapt. En ze was daarvan zo boos, ze was daarover zo verbolgen, dat ze ja, zijn dierlijke instincten gestraft heeft door hem dus te veranderen in een dier. En ze verandert hem in een hert. Die 50 honden die hebben niet onmiddellijk door dat uw baasje nu ineens een hert is. En die gaan erachteraan. En u ziet hier hoe het afloopt met onze arme jager. Wordt verscheurd door zijn eigen honden. Maar dat is er voor ons van interessant. Natuurlijk, dat verhaal is ook wel leuk natuurlijk. Maar je ziet hier een aantal poeten aan de zijkant. Maar je ziet hier ook wie het bad aan het vullen is. Een klein ventje die dus ja, water in het bad aan het spuiten is. En ja, misschien is dat wel een kopie van ons mannekepis. De 18e eeuw hebben we, ja, uit de 18e eeuw hebben we in het broodhuis ook een stuk behangpapier. Dat behangpapier is eigenlijk verantwoordelijk voor het teloorgang van onze wandtapijten. Leiniers die gaat stoppen met wandtapijten maken. In het stadhuis hebben we een aantal wandtapijten van Leiniers en Rijdams. Leiniers die stopt met wandtapijten maken, die gaat zich toeleggen op Kant. Van der Borgt, dat is een andere serie wandtapijten van Van der Borgt in het stadhuis. En Van der Borgt die sterft en die stopt ook met wandtapijten maken. Want er valt niet veel meer aan te verdienen, want de mensen gaan in de plaats van wandtapijten tegen hun muren te hangen, gaan iets veel goedkoper tegen de muren hangen. En dus dat is het behangpapier. En ja, dit hier is een speciaal soort behangpapier. Dat heeft u al gezien natuurlijk, omdat ons manneken erop staat. Ons manneken, een plassend ventje. Nu, van waar komt die manie om plassende ventjes te laten zien? Wel, dat heeft natuurlijk ook met iets anders te maken. Met vruchtbaarheid. Hier hebt u de maagdenfontein. Ik heb u verteld dat er een aantal fonteinen stonden in de stad Brussel. Een van die fonteinen stond vlak naast de Sint-Niklaaskerk. Dus daar waar de grasmarkt Sint-Niklaaskerk passeert, dus aan de achterkant van de kerk, stond de fontein van de drie maagden. En die drie maagden, ja, die stonden niet te plassen, maar daar kwam water uit de borsten. En dus uiteraard heeft te maken met de vruchtbaarheid. En dus deze hier, die u hier ziet, die kan u zien in het broodhuis. Hij staat vlak naast de afbeelding van Sint-Michiel. Is een kopie van de 16e eeuw, van 1545. Beetje anders opgesteld, want de drie maagden stonden daar naast elkaar. Het water stroomde uit de borsten in een bad dat daarvoor stond. Je kon daar dus water gaan nemen. Daarvoor nam je een beker. Als u hier kijkt, dan ziet u hier een haakje. Aan de andere kant heeft u ook een haakje. Dus aan zo'n fonteinen waren altijd haakjes waaraan een ketting verbonden was, waaraan een beker vast zat. En die beker kon u gebruiken. Ja, we spraken toen nog niet over corona. Je kon wel iets anders krijgen natuurlijk, maar dat dacht men niet. En dus kon je die beker nemen en daar gewoon van drinken. Dat moest je zo doen. Het probleem is dat er soms, we weten
precies wanneer het gebeurd is. In 1477 is er iets tamelijk erg gebeurd. Want het was zo dat wanneer er bijvoorbeeld een feest was, in 1477 is er een trouwfeest. Het trouwfeest van Maximiliaan en Maria van Bourgondië. En ter ere van dat huwelijk wordt er geen water uit de borsten, stroomt er geen water uit de borsten van de maagden, maar komt er wijn uit. En dus het was uiteraard niet de bedoeling dat je daar anders van dronk dan met die beker. Nu is er op een bepaald moment een matroos, had waarschijnlijk een beetje te veel gedronken, die is op de fontein gekropen en die heeft zijn dorst gelest aan de borsten van de drie maagden. Nu, de Brusselaars konden daar helemaal niet mee lachen. Ze hebben die matroos achtervolgd. En toen is hij doodgevallen op de hoek van, eigenlijk achter het stadhuis, waar toen de lakenhallen stonden, vlak voor de boterpot. De boterpot, daar, dat huis is verdwenen, maar u heeft daar nu een fontein, dat is de fontein van de Spuwer. En op die plaats is hij doodgevallen. En waarschijnlijk hebben de Brusselaars hem een klein beetje geholpen om dood te vallen. Maar zijn ouders, ouders van die matroos, die hebben ter zijner eer dan een fontein laten plaatsen. En dat is de fontein van de Spuwer. Ja, de fontein van de Spuwer die u daar nu heeft, dat is een kopie. Een Claude Fisco heeft die gemaakt. En die dateert van later datum natuurlijk. Dit zou de oudste afbeelding zijn, of ja, een van de enige afbeeldingen zijn van het oorspronkelijke beeldje van Manneke Pis. Er staat bij anoniem. Als u zoekt, als u deze afbeelding opzoekt, dan gaat u misschien zien dat er Hieronymus Duquenoy bij staat. Het zou kunnen dat zijn zoon, de naam van zijn zoon erbij staat, Frans Duquenoy. Dat zijn dus dat is vader en zoon. Dus Hieronymus is de man die in 1619 de opdracht krijgt om een nieuw beeldje te maken. Dus want in het begin van de 17e eeuw worden vele fonteinen aangepast. Er worden stenen elementen vervangen door bronzen elementen. En hij heeft misschien het oude manneke, het stenen manneke, getekend. En dan heeft, dus dat, heeft hij dus dat bronzen beeldje vervaardigd in 1619 en is geplaatst geweest in 1620. De zoon van Hieronymus was Frans. Die was zeer getalenteerd en dankzij de aartshertogen Albrecht en Isabella is hij naar Rome kunnen gaan, heeft daar samengewerkt met Bernini en heeft dus in de Sint-Pietersbasiliek bijvoorbeeld heeft hij ook gebeeldhouwd. Er was nog een andere Duquenoy, Hieronymus de Jongere, is ook een heel getalenteerd beeldhouwer. Hij heeft verschillende beeldhouwwerken gemaakt in Brussel. In de Zavelkerk heeft u er eentje. U heeft een aantal apostelen in de kathedraal en u heeft ook een aantal apostelen in de kapellenkerk die van de hand zijn van Hieronymus de Jongere. Hij is jammer genoeg op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. Hij is aan de murgpaal gestorven als straf, omdat hij zich bezondigd had aan iets wat je niet doet. De maquette van de 13e eeuw, dan bent u op de eerste verdieping van het broodhuis. En die maquette is zeer interessant, omdat u, ja, u ziet er een aantal gebouwen die er niet meer staan. Hier heeft u de Sint-Gorix-kerk op het Sint-Gorix-eiland. Dat eiland is misschien niet vanzelf daar gekomen. Het zou kunnen dat dat aangelegd is. Men heeft het waterloop herlegd om de doodeenvoudige reden dat men een aantal watermolens wou voeden, wou alimenteren. In de 12e eeuw, op het einde van de 12e eeuw, begin van de 13e eeuw, hebben we de hertog, Hendrik de Eerste, die zijn macht wil consolideren en die een aantal watermolens zal laten bouwen op de Seine. Als u goed kijkt, dan ziet u er bijvoorbeeld hier eentje. En als u verder doorgaat, dan ziet u er hier ook nog eentje. Er waren er verschillende. Hier waren er een vijftal. In het begin van de 19e eeuw waren er nog een honderdtal in Brussel. Dat wil natuurlijk zeggen, als je watermolens hebt op een rivier, dan kan je dat niet meer varen. En dus moest je uiteraard je goederen uitladen in de haven, de portus. Men spreekt van de portus van Brussel vanaf de 11e eeuw. Daar werden dus goederen uitgeladen. Als je hier kijkt, van boven ziet u misschien een brug. En er zijn zo'n aantal bruggen geweest. En een van die bruggen was de Skupbrug. Daar konden een paar planken uitgehaald worden. En op die manier werden de boten gelost.
Daar werd bijvoorbeeld graan uitgehaald dat dan naar Sint-Pietersleeuw gebracht werd. Dus die documenten hebben. Portus, dus tot daar kon je varen. Daar had je dus de handel in de buurt van de haven. En dan verder natuurlijk, daar kon je niet meer varen. Daar had je de watermolens. Daar had je dan de nijverheid. Dus daar ga je ook de ververs krijgen, de wevers ga je daar krijgen, de volders krijg je daar. En voornamelijk op de rechteroever van de rivier. Hoe nam men op dit moment, of op dat moment hier in de 13e eeuw, water? Als je aan de rivier woonde, dan kon je dat doen met een sekseen. Een sekseen is een soort van... Ja, het is geen waterput, hè. Het is een paal waarop je bovenaan een dwarsbalk bevestigt met een gevricht. Je maakt er een emmer aan vast aan de ene kant. Aan de andere kant heb je een tegengewicht. En op die manier kan je water uit de rivier halen. Wanneer je verder van de rivier woonde, ja, dan had je natuurlijk niet die mogelijkheid. En dan had je waterputten. Er waren waarschijnlijk ongeveer 35 waterputten. Voornamelijk dus op de rechteroever van de rivier. En de stad die van die waterputten, ja, die was niet echt verantwoordelijk oorspronkelijk voor die waterputten, want die zijn privé aangelegd geweest. De stad die heeft een aantal monumentale fonteinen laten bouwen. Dus in rond 1400 spreken we over een tiental monumentale fonteinen en dus een 35-tal waterputten die onderhouden werden door de stad. Dus we hebben een fonteinmeester. De fonteinmeester was dus degene die verantwoordelijk was voor het water in de fonteinen en dus ook voor het onderhoud van die waterputten, zodanig dus dat de stad dat eigenlijk overgenomen had. Rond 1400 spreken we over een stad met een 40.000 inwoners. En u heeft u hier van onder ook de eerste omwalling van de stad, die er uiteraard niet meer staat. Kleine stukken staan er nog van, hier en daar ziet u daar nog stukken van. De tweede omwalling, dat is iets anders. Daar heeft u het tracé nog van, dat is de kleine ring. En u heeft ook nog de Hallepoort, die eigenlijk het laatste overblijfsel is van die tweede omwalling. Ik heb u gezegd dat er een aantal fonteinen zijn. Als u het stadhuis binnengaat, niet het gebouw zelf, maar u gaat door de ingangspoort, die nog dateert uit de 15e eeuw. Dus de poort is nog de oorspronkelijke poort die er staat. Dan komt u op een binnenkoer. Oorspronkelijk was daar ook een binnenkoer, want daarachter bevond zich de lakenhallen. En daar heeft u ook water nodig natuurlijk. En dus daar zijn ook een aantal fonteinen. En dus je hebt enerzijds de Maas. De Maas is een oude rivier, dus die wordt voorgesteld door een oude man. Dus die heeft u hier. En dan heeft u ook de Schelde. Dat is een jongere rivier, dus is ook een jongere man. De Spuwer, daar heb ik u al over verteld. Hè. Dus die bevindt zich achter het stadhuis, op de hoek van de Steenstraat en Guldenhoofdstraat. En deze hier, die kent u misschien als u Brussel kent. Dit is de Minerva-fontein. Minerva-fontein die betaald is door een Engelsman die hier in ballingschap was. Thomas Bruce is in 1700 Londen ontvlucht. Men had hem in de Tower gestoken omdat hij een tegenstander was van de nieuwe koning. Dat was een Nederlander, Willem III. En hij is naar Brussel gekomen, heeft hier 41 jaar gewoond. Na 40 jaar was hij hier nog altijd zo tevreden. Hij is hier altijd gebleven, dus hij was hier verliefd geworden op iemand. Hij heeft hier een heel gelukkige periode gekend. En om Brussel te bedanken voor de gastvrijheid, heeft hij de Minerva-fontein laten bouwen, die eigenlijk pas 10 jaar na zijn dood klaar was. En, 1751. En u ziet hier ook dat schild dat u hier ziet. Ja, daar heeft u de afbeelding op van de keizerin Maria Theresia en haar echtgenoot Frans van Lotharingen, de broer van Karel van Lotharingen, die daarna onze landvoogd zal worden. Maar wat zien we weer? Poetie natuurlijk, die kleine ventjes heb je hier en heb je daar. Het manneke is nogal expressief, zou je kunnen zeggen. In 1695 wordt de stad gebombardeerd door de Fransen. Een laffe daad, zou je kunnen zeggen, want ze schieten van op grote afstand de stad helemaal in brand. En de Brusselaars zijn zo verbolgen, ze hebben het ventje binnengenomen, maar na de brand plaatsen ze het terug. Maar het probleem is dat de waterleiding kapot is. Die waterleidingen, dat waren eigenlijk kanalisaties. Ja, 3 plaatsen in Brussel waar het water verzameld werd in een
bekken eigenlijk. En vandaar stroomde dat water ondergronds naar de verschillende fonteinen. Een van die vergaarbakken stond op het Beierenplein. Dat heet nu anders, dat is nu het Dinantplein. En dat bevond zich naast Steenpoort. Tegenwoordig heb je daar de Crossley, de bowling is daar. En daar juist naast heeft u dat plein. En daar was dus die vergaarbak. En die volgde eigenlijk, die leiding, die volgde de valleitjes die naar beneden, naar de benedenstad lopen. En dus die kanalisatie die ging ook zo naar beneden, door waar nu Sint-Joris ligt. Dus dat was de schuttersplaats, de oefenplaats van de Sint-Joris-gilde, daardoor. En kwam dan bij Manneke Pis uit en voorzag hem van water. En vandaar ging die leiding verder door naar het stadhuis. En heb je dus water aan de stad, aan het stadhuis, op verschillende plaatsen. En liep dan zo verder door naar de Sint-Niklaaskerk, waar dus de fontein van de Drie Maagden ook nog gevoed werd door dezelfde waterloop. In 1695, tijdens het bombardement, wordt die leiding beschadigd. En dus, er komt een schotschrift. Men deelt pamfletten uit. En wat staat daarop? Het manneken pist niet meer. Hij kan niet meer pissen, want de waterleiding is kapot. En men zegt tegen Lodewijk de XIV, zijn maarschalk de Villeroy, de man die die laffe daad verricht had. En zelf tegen Madame de Maintenon, de minares van Lodewijk de XIV, men maakt die mensen uit natuurlijk. Men zegt, het zou er met u gebeuren wanneer men uw waterleiding afsluit. En dat zou u ook niet leuk vinden. Hier zijn het afbeeldingen van de aanslagen. Laffe aanslagen van 22 maart 2016 en weer laat ons manneke, maar een klein beetje op een andere manier, zijn ongenoegen blijken. Hier in de woorden van Dubus eigenlijk, de woorden, de tekening van Dubus die u hier links ziet. En hiernaast de tekening van Gerard Alsteens Gal, die dus ons dodelijk getroffen manneke uitbeeldt. Kroft, hetzelfde taal, dus hetzelfde niveau, of hetzelfde... Ja, hetzelfde verhaal natuurlijk. De Brusselaars zijn helemaal over hun toeren door deze laffe dag. Nu zijn natuurlijk andere zaken gebeurd in de stad. En telkens is ons manneke daar getuige van. 1830 vinden er hevige gevechten plaats tussen de revolutionairen en de Hollandse troepen. En er spelen zich ook scènes af vlak na de fontein van manneke Pies. Hier aan de linkerkant, dus daar heeft u dat, is dat verhaal van 1830 natuurlijk, aan de linkerkant, is manneke verkleed of is men hem aan het verkleden, kan het niet helemaal goed. Waarschijnlijk zal hij op dat moment al verkleed zijn, want de generaal die Brussel bevrijd heeft, de leider van de Welsh Guards, de Welsh Guards die hier een saluut brengen voor manneke Pis, die hier gereed staan om het kostuumpje te onthullen, want het ventje is dus ook verkleed in een Welsh Guard. En het gebeurt elk jaar opnieuw, op 3 september gebeurt dat terug, om dat te herdenken. En wanneer hij dan aangekleed is, ja, u ziet, hè, er wordt een soort van gordijn voor gehangen, met zijn haakje links, een haakje rechts, daar hangt de costumier van manneke Pis een touw aan, daar gaat een doek overheen, en dan verkleedt men het ventje. Ja, als u iets gaat passen of u gaat iets anders aan doen, dan gaat u ook in een paskotje natuurlijk, en dan doet u dat niet voor de ogen van iedereen. Hier is dat hetzelfde. Wanneer het ventje dan aangekleed is, dan verwijdert Nicolas dit doek hier. En dan wordt het kraantje terug opengezet. Ja, tegenwoordig is het dus niet meer die leiding die van boven uit het Dinantplein komt, maar het aangesloten op de waterleiding. Gelukkig is het nu een gesloten circuit. Het is even anders geweest, maar het is nu een gesloten circuit. Maak u zich geen zorgen. Maar dan draait hij de fontein of de kraan helemaal open en worden de mensen die zich in zijn schootsveld, ja, letterlijk bevinden hier, die zullen waarschijnlijk een drasje over zich krijgen. Dat doet dus iedere keer tot groot jolijt uiteraard van de bezoekers, de toeristen die ernaast staan. Een aantal kaarten die u kon kopen om op te sturen naar uw vrienden en familie, met natuurlijk manneke Pis, als je moet plassen. Je ziet het ventje plassen. Er zijn niet veel openbare toiletten in Brussel natuurlijk. Dan zit je met een probleem. Die meneer hier daarnaast heeft ook een probleem, duidelijk, met zijn echtgenote. En deze hier die heeft geen probleem. Dat is onze koning die gesalueerd wordt door manneke Pis natuurlijk. Manneke zelf heeft hier wel een probleem.
Het is de vreselijke winter van 1838. En de mensen komen van heinde en verre om het manneke kleren aan te bieden. En dat ziet u hier, al die kleertjes worden aan manneke Pis aangeboden, zodanig dat hij lekker warm kan ingeduffeld worden. U ziet dat hij echt van de mensen van heel ver komen om kleren aan te bieden aan manneke Pis. En dat is nog altijd het geval. Dus men krijgt eigenlijk ongeveer een 15-tal kostuumpjes per jaar. Krijgen. Dat is natuurlijk veel gezegd. U moet daarvoor de toestemming aanvragen. Wil u dat doen? Voordat u een kostuum wil maken voor manneke Pis, dan moet u de toestemming vragen eigenlijk aan het college van schepenen en burgemeester en schepenen, moet ik zeggen. En die gaan daarover oordelen. Die gaan eens bekijken of uw organisatie, waar u deel van uitmaakt, of dat die al 10 jaar bestaat. Dus dat moet zo zijn, 10 jaar. En dan mag het geen politieke religieuze of commerciële bedoelingen hebben in die organisatie. En dan op dat moment, wanneer dat allemaal aan die voorwaarden voldaan wordt, dan wordt dat toegezegd. Dan krijg je jaarlijks ongeveer een 40-tal aanvragen. Het patroon krijgt u dan ook opgestuurd natuurlijk. En dat hebben we nu digitaal. Dus u moet zich zelfs niet meer verplaatsen. 1846, verbod op plassen in het openbaar. Ik denk dat dat nog altijd van kracht is, dat u dus nog altijd niet in het openbaar mag plassen. Er zijn op dat moment wel veel meer urinoirs dan nu. Publieke urinoirs werden geplaatst. En dus wanneer u betrapt werd, dan werd u gearresteerd. En dat is wat de mannen hier doen, hè, wat dus de politie doet. Ze gaan het ventje arresteren. Als je het zo doet, dan is het geen enkel probleem natuurlijk. Maar hier is het een spotprent uiteraard. Ja, zo ziet hij eruit in het echt. Hè. Dus heel raar, zonder toeristen. Hij heeft hier zijn petit kostuum aan. Als ik met kinderen hier langs kom en hij is gekleed, dan heb ik al verschillende keren gehoord, het is niet de echte. De echte, ja, die ziet er zo uit, zoals u ziet. Het echte ventje in petit kostuum, dus dat wil zeggen dat hij één kleren aan heeft. En dan valt er iets op, hè. U zegt van, het is zo'n klein ventje, ja, dat is een 56 centimeter, maar zo'n enorme fontein daarachter. Dat heeft te maken met spaarzaamheid. Men heeft eigenlijk een fontein. De bedoeling was dat de fontein geplaatst werd aan de Kapellekerk. Maar dat is niet doorgegaan. Men heeft dat daar weggehaald eigenlijk, voor die fontein goed en wel klaar was. En men heeft dan dat decor. Je zit in 1770. Het is gemaakt in 1720. En dus zit je in volle rococo, rocaille-stijl. En dus dat heeft men gebruikt om ons fonteintje in te zetten. En dan heeft men later er ook nog een hekje rond gezet. Maar oorspronkelijk was het anders. Oorspronkelijk stond manneke Pis vrij. Stond hij op een zuiltje. Dat gaan we verder bekijken. Wanneer u in het broodhuis rondloopt en u bent op de tweede verdieping, dan heeft u uiteraard nog een gang die leidt naar het manneke Pis. En wat u daar op uw linkerkant kan zien, dat is de tijdslijn. En die tijdslijn die laat een aantal merkwaardige zaken zien, heel interessante zaken. Het begint eigenlijk in 1451. Eigenlijk loopt de lijn nog verder door naar links, hè. Maar hier hebben we het eerste document over manneken Pis. U ziet het daar in het bleek, daar staat waar het manneken pist. Dus in 1451 weten we dat die fontein er al is. Die fontein is er waarschijnlijk al een aantal jaar. Het is een stenen beeldje, het manneken dat pist. Maar 1451 hebben we het eerste bewijs dat dat er is. En dat is een belangrijk document natuurlijk. Daar ga ik het straks nog eens over hebben als discussie met de mensen van een andere stad aan de beurt komt. Maar daar straks iets meer over. 1572 heb je een plan hier van Braun en Hogenberg. Daar ga ik het ook over hebben. 1615, schilderij van Denijs van Alsloot. En zo gaat dat verder. 1747, het kostuum dat hij krijgt van Lodewijk de 15e. En dan verder door de diefstal die u hier ziet. Maar daar ga ik het meer in detail over hebben. Hier even het plan van Braun en Hogenberg, 1572, zoals u ziet. Hier staan de fonteinen van Brussel. Een aantal fonteinen van Brussel zijn genummerd. En een van de fonteinen is deze hier.
ja, je ziet de pijl hier staan, hè, waar het Mennekenpiste staat daar. Eigenlijk staat hij bijna in het midden van de straat, zou je hier denken. Staat op een zuil. Op een zuil, ja. En de reden is natuurlijk, dat is de reden waarom meneer Duquenois hem helemaal van voor van achter heel afgewerkt heeft natuurlijk, omdat je hem oorspronkelijk van alle kanten kon zien. Tegenwoordig kan je dat niet meer, kan er niet achter kruipen. Maar u moet weten dus dat hij uiteraard vroeger op een zuil stond, 1,70 meter hoog ongeveer, en dat je hem dus van alle kanten kon bekijken. Er zijn nog andere fonteinen. Hè. Als u hier de straat omhoog gaat, de Eikstraat, dan komt u aan het Korenhuis, ziet u. En dan heeft u hier verder, dit is de Grote Markt, het stadhuis. Hier op de Binnenkoer heb je die twee fonteinen van de Maas en van de Schelde. De Lakenhal heeft u hier, hè. Daar heb je ook fonteinen natuurlijk. Dit is het broodhuis waarin we ons bevinden. Dus we zitten nu op de tweede verdieping van het broodhuis hier. En daarachter heb je het vleeshuis. En dit is dus de grasmarkt. En daar heb je dus die fontein. Naast de Sint-Niklaaskerk bijvoorbeeld, hier heb je die, de drie maagden. En hier verder door naar boven heb je er nog eentje natuurlijk. En dan gaat u zo naar beneden, komt u aan de Sint-Katelijnenkerk. En dan bent u hier aan de Zenne. 1615. De Nijs van Alsloot heeft de opdracht gekregen om 8 schilderijen te maken. Hij krijgt de opdracht van onze aartshertogin Isabella. Die schilderijen zullen opgestuurd worden naar de broer van Isabella, de koning van Spanje. En nog niet zo lang geleden heeft een opmerkzame student hier gezien dat er een afbeelding staat van een plassend ventje. Ons manneke Pis. Is verkleed. Dat is nog zoiets, heel straf. Dus in 1615 is er dus een manneken dat plast. Kostuumpje zou schijn geweest zijn van de aartshertogin. En het is een herfstkostuumpje. Een paar jaar geleden hebben de mensen van de Ommegang, die dit jaar jammer genoeg niet doorgaan, wel volgend jaar, dus moet je volgend jaar absoluut de Ommegang volgen. Wanneer de Ommegang uit is, ons ventje verkleed in dit pakje, in dit herderspakje. Want de mensen van de Ommegang hebben dus het kostuumpje laten namaken en het geschonken aan Manneke Pis. Het is een detail van een voorbereidend schilderij eigenlijk. En dus je kan dat niet op de schilderijen zelf zien van Alsloot. Maar het is wel degelijk afgebeeld. Manneke Pis dus verkleed voor de Ommegang. Het oorspronkelijk beeld, een van de oudste afbeeldingen van het manneke, zoals ik u verteld heb, op die zuil. Zijn kleertjes hangen hier achter hem, zoals u ziet. En het hekken was nog anders. Ja, de rocaille-decoratie was er ook nog niet. En u ziet hier de straal. En moest je goed mikken natuurlijk. Enfin, die mevrouw moest goed mikken om het water, het drinkwater in haar pot te krijgen. En we hebben ook een dubbel bekken op dat moment. Is dus uiteraard een publieke fontein. Een van die 10 publieke fonteinen. Ja, Lodewijk de 15e. In 1747 zijn de Franse troepen hier. We zitten in de successieoorlog, de Oostenrijkse successieoorlog. Maria Theresia probeert aan de macht te komen en probeert bevestiging te krijgen eigenlijk van haar leiderschap. De Fransen gaan daar niet zo direct mee akkoord. En de Franse troepen bezetten Brussel. Lodewijk de 15e is ook in Brussel. En dat is belangrijk om dat te weten natuurlijk, want die Franse troepen die gaan een haal met ons manneke. Dus ze nemen het beeld mee, het wordt gestolen. En we laten ons niet doen natuurlijk. Dus we gaan van ons oren maken bij de Franse koning, die verbleef in het kasteel van de hertog van Aremberg. Het huidige wat wij nu het Egmond Paleis noemen, wat oorspronkelijk van de graaf van Egmond was. Maar op dat moment de hertog van Aremberg woont en daar bevond de Franse koning zich. En we waren blijkbaar zo overtuigend dat de Franse koning zeer gegeneerd was en dat hij om zich te excuseren een kostuum geschonken heeft aan Capis, een galakostuum. En hij heeft hem daarboven de orde van de heilige Lodewijk geschonken en dat ziet u hier. Ja, de handschoenen zijn een beetje overmaat, maar die dienen eigenlijk om iets te verstoppen wat dat men eigenlijk liever niet gezien had in die tijd. 1817 is er een veroordeeld misdadiger die op dat moment op vrije voeten is, die het beeldje stilt, in 11 stukken breekt en de stukken verstopt tussen de Leunse poort en de Naamse poort. Maar men kan hem vatten, men kan de stukken recupereren en dan wordt een uur lang
tentoongesteld op de grote markt. Ja, dat is een pijnlijke zaak natuurlijk, want hij is niet alleen tentoongesteld, hij is aan de schandpaal gebonden. Men heeft hem gebrandmerkt. En toen heeft men hem ook nog veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Om u maar te zeggen dat er niet gespot wordt met ons manneke. De brokstukken zijn terug aan elkaar bevestigd. Het ventje is dan daarna terug geplaatst geweest, nadat dat dus terug allemaal aan elkaar gezet geweest is. Maar in 1964 zijn er Antwerpse studenten die hem komen stelen. Op dat moment panikeren, want zeggen, ja, het is niet de eerste keer dat hij gestolen wordt. Het is een aantal keer gebeurd natuurlijk. En we hebben op dat moment een afgietsel laten maken van een kopie die we hadden van 1630. Dus in 1630 zijn er een aantal kopies gemaakt geweest van Manneke Pis. Niet helemaal 100% dezelfde. Dus we hebben in 1964 een kopie gemaakt. En die kopie hebben we dan kunnen gebruiken in 1965, want in 1965 was het weer van datum, heeft men ons manneke weer eens gestolen. En dus heeft de dief heeft hij gewoon aan het manneke getrokken. En wat is er gebeurd? Enkel zijn voetjes stonden er nog. Hij is afgebroken net onder de knietjes. En dus dit was verdwenen en dat stond er nog. Nu, een beetje bende van nijvelsgewijs, heeft iemand gezien dat iemand iets in het kanaal van Willebroek gegooid had, het kanaal van Charleroi, ik wil er vanaf zijn, het kanaal in ieder geval, en men daar gaan dreigen en men heeft inderdaad beelden terug kunnen bovenhalen en dat is dan later terug aan elkaar gezet, maar niet terug geplaatst als fontein. Men heeft hem toen in het museum gezet. Het museum, dus het broodhuis. Maar in 1965, vanaf 1965 staat de kop. Wil u nu weten welk beeldje het echte is? Wel, dan moet u goed kijken. Dan ziet u eigenlijk hier van onder, ziet u dus de lasnaad. En op dat moment, wanneer men hem dus terug aan elkaar bevestigd had, heeft het afgietselatelier van het Jubelpark, het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis, is een fantastische afgietselwerkplaats. Die kan u bezoeken trouwens. En die mensen hebben een afgietsel gemaakt, dus een officiële afgietsel van Manneke Pis. En daarboven hebben ze er nog 150 meer gemaakt, maar daarover direct meer. In het museum van het Broodhuis, dus het museum van de stad Brussel, op de tweede verdieping, kan je hier het ventje zien. Je kan er helemaal rondlopen en dan zie je dus dat hij inderdaad een barok figuurtje is. Dat hij hier een gaatje heeft en dat is natuurlijk de reden waarom hij daar een gaatje heeft. Dat is dat daar een darmpje doorgaat en aan de andere kant komt dat darmpje daar zo'n klein stukje uit. En dat die natuurlijk om het water er laten door te stromen. Achter de eeuw zijn er niet zoveel kostuums. Dan zouden er een viertal kostuums geweest zijn. Dat is ook al een kostuumier. Ja, die man had namelijk niet zoveel werk, maar 3 à 4 kostuums waren. En dit is een van de oudste kostuums. Het is een kopie, want die oude kostuums die zijn zo delicaat dat die eigenlijk niet kunnen tentoongesteld worden. Maar het is een kopie, dus en die kunnen we dan wel tentoonstellen in het museum van Manneke Pis. Wat u ook kan zien, dat is dit fantastische kostuum van Isabel de Borgrave. We hebben aan Isabel de Borgrave gevraagd om het kostuum van Lodewijk de 15e, het geschenk van Lodewijk de 15e van 1747, na te maken in papier. U moet eens naar YouTube gaan en daar kan u eigenlijk het vervaardigen van dit kostuum terugvinden. Dus helemaal... men vertrekt van wit papier, dat verfrommeld wordt, dat geschilderd wordt, en dat krijg je hier. En ook de orde van de heilige Lodewijk hier. En dat zorgt ervoor natuurlijk dat alle Franse soldaten die daar passeren moeten groeten als ze deze medaille zien, kostuum. En zoals ik u zei, helemaal in papier. Zelf het zwaard is in papier. De manufactuur Mombaars, een plateelwerk of faïence, dat was in de 18e eeuw iets wat heel populair was, waar Brussel voor bekend was. Dus je kon daar aardewerk kopen. Dat waren voornamelijk drinkbekers, bierkannen, maar ook maatbekers, geëikte maatbekers die gemaakt werden. En het bekendste was Mombaars. Man die zich gevestigd had op de Grote Markt. Die had een winkel op de hoek van de Haringstraat en de Grote Markt. Het kleine Amanshuisje. En daar verkocht hij zijn plateelwerk, faïence. Faïence komt van Faenza trouwens. Dat staat in Italië waar dat gemaakt werd.
En vandaar dat wij faïence zeggen. Maar hier aardewerk, plateelwerk, dat is geglazuurd, zoals je ziet. En dus een van de hele mooie realisaties hier, uiteraard ons mannekenpis. U heeft de Grote Markt natuurlijk een aantal gildenhuizen. En het huis De Vos, het is het huis dat zich hier bevindt. De Vos heeft u daar beneden. Dat is het huis van Le Mercier in het Frans, de marktkramers. Maar daar zijn, zijn eigenlijk nog andere mensen, niet alleen marktkramers. Dus er zijn eigenlijk ook de borduurders die daar hun gildenhuis hebben. En dat kan je hier zien, hè. De passementerie, hier heeft u dat. Hè. Dus die kwasten en hier wordt stof gemeten en verkocht. Maar hier wordt ook aardewerk gemaakt, geglazuurd en dan ook gebakken. En weer al dezelfde putti. En dus die putti die dateren eigenlijk ongeveer van dezelfde periode als ons mannekenpis. En dus zo staan er eigenlijk in Brussel, als u begint rond te kijken, er is er maar één die echt plast, maar er zijn nog hele vele putti in de stad. Terug naar het binnenkoor van het stadhuis. Daar heeft u dus die fonteinen van de Maas en van de Schelde. U weet nu dat de bovenste de Schelde is. Hè. Dus deze is gemaakt door Pierre-Denis Plumier, met de putti daarnaast natuurlijk. Ze werken terug. Hè. Ze zijn helemaal hersteld. Hij is niet gemakkelijk geweest, blijkbaar. Hij heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar tussen hoort terug water gespotten hier. En dus deze hier van Jean de Kinder, de Maas, met de putti daarnaast. Dus. Gaat u tussen beide beelden door de poort, dan gaat u dus niet naar de Grote Markt, maar dan gaat u aan de achterkant van het stadhuis. En tegen de achterkant van het stadhuis staat een heel oude fontein, de Leeuw. Dateert van de 14e eeuw. En dus, zoals ik u verteld heb, werd ook gevoed door dezelfde lijn als diegene die van het Beierenplein kwam, dus het Inlandplein, langs Mannekenpis, hier naar de Leeuw. Dan de twee fonteinen op de binnenkoor van het stadhuis en dan zo verder. Hele mooie fontein. Is trouwens drinkwater. Hè? Dus als u dorst heeft, dan kan u daar uw dorst gaan lessen. Ja, die beker die is er niet meer, dus daar heb je nog altijd weer het haakje. Daar en daar het haakje natuurlijk om de ketting vast te maken. Om de beker aan vast te maken. We bevinden ons op de plaats waar het fonteintje staat. De fontein, moet ik zeggen. Ik mag dat niet zo geringschattend zeggen. Uiteraard komt hier van de Grote Markt, komt hier de hoek omgedraaid en gaat hier naar boven de Eikstraat op. De Eikstraat die heet zo omdat daar op een bepaald moment een eik geplant geweest is. Het is zo dat de Brusselaars een meningsverschil hadden met de mensen van Grimbergen. En een meningsverschil dat werd uitgevochten. Dus wat er gebeurde was de Brusselaars met hun wapens en al naar Grimbergen. De hertog was op dat moment amper 2 jaar oud, dus die werd ook meegenomen, maar in een wiegje. En op het slagveld, die hertog die zat een beetje in de weg natuurlijk, dus die heeft men aan de takken van een eik gehangen, daar stond. En we zijn in een vechten, maar ja, die Grimbergenaren die lieten zich niet. Dus we hebben die slag eigenlijk bijna verloren. Op een bepaald moment moest de kleine hertog passen. En die heeft zich recht gezet in zijn wiegje, die is beginnen plassen in de richting van de Grimbergenaren. En we hebben dat opgevat als een aanmoediging. En we zijn zo dapper beginnen vechten dat we die slag uiteindelijk gewonnen hebben. En we waren zo blij dat we uiteraard de hertog terug meegepakt hebben. En maar niet alleen de hertog, maar ook de eik waaraan hij hing. En we hebben die hier geplant in de Eikstraat. En we hebben een afbeelding gemaakt natuurlijk van de hertog. En dat is de fontein die u nu ziet. Dat is een van de vele verhalen die er verteld worden. Ik ga ze niet allemaal vertellen, want anders zie ik hier morgen nog. Maar als u deze straat omhoog gaat, dus de Eikstraat, dan komt u uiteindelijk hier aan de garderobe van Mannekenpis. Dus eigenlijk hier kan u tussen 130 en 140 kostuums bewonderen van Mannekenpis. Dus allemaal op die afgietsels die gemaakt geweest zijn in het een ander museum, zoals ik u verteld heb. Ze zijn thematisch geordend, ook per land. Dus u kan daar een hele tijd kijken naar deze beeldjes, zoals u hier ziet. Een astronaut. U heeft ook Asterix, of Obelix eerder. Asterix heeft u niet, maar u heeft Obelix. U heeft een heleboel prachtige kostuums. Er zijn nog andere fonteinen die plassen, ja, waar water uitkomt. Enfin, opgepast. Hè. Mannekenpis uiteraard, dus een kopie die u hier ziet, het origineel dus in het broodhuis. Jannekenpis in de getrouwheidsgang.
is een beeldje dat pas in 1987 daar geplaatst geweest is. Ze heeft ook een aantal kostuumpjes. Ze heeft geen historische achtergrond, maar wat er wel heel positief aan is dat het geld dat u in het bekken dat zich voor haar bevindt, dat u daarin gooit, dat wordt gebruikt voor kankeronderzoek. En dan heeft u hier ons Zinnekepis, die kunt u wel. In de Kartuizerstraat staat hij. Hij plast niet echt. Tof Frans heeft hem niet kunnen aansluiten aan de waterleiding. Dus hij staat daar gewoon te doen alsof hij plast. Zinnekepis. Zinneke, ja, heeft te maken met de Zinnik, waarschijnlijk. Zinnik, de stad waar de Zenne ontspringt en die ook zijn eigenlijk naam zou gegeven hebben, die eigenlijk aan de oorsprong ligt van de naam van de Brusselaars, de Zinnekes. Zinnekes, degene die eigenlijk niet echt van Brusselse origine zijn. Dat zijn de ketjes natuurlijk. In Osaka kan u Mannekepis ook vinden. Een Japans industrieel was zo dol op ons ventje dat hij een replica laten maken heeft. En ja, had ook een aantal kostuumpjes. En hij kon zich bezighouden met Mannekepis. Verkleden, wat uiteraard niet evident is natuurlijk, want ja, manneke werkt niet echt mee. Hè? We gaan naar Gerardsbergen. Ja, het is altijd dezelfde onnozele discussie eigenlijk. Wie is de oudste? Ja, ik heb u gezegd, in 1451 weten we dat er een fontein staat. Het mannekenpist. In 1452, dus het jaar daarna, zijn de Gentenaars hun Gentse feest gaan houden in Gerardsbergen. En ze hebben daar de boel kort en klein geslagen. En ze hebben ook een leeuwkop genomen die eigenlijk de fontein was, die zich op de grote markt van Gerardsbergen bevond. En dan zijn de mensen van Gerardsbergen naar Brussel gekomen en ze hebben gevraagd om iets te maken. En dus toen is er in Brussel een fontein gemaakt, die een beeldje gemaakt, dit beeldje hier, dat dan uiteindelijk in Gerardsbergen aanbeland is. En dat was dus iets later, dus eigenlijk iets later dan ons manneke. Hij heeft iets meer dan 300 kostuumkes. Het is eigenlijk ook niet meer het originele, want het is verdwenen. Het is een kopie van 1985. Ja, bij ons staat er een kopie van 1965. Dus wie is de oudste? Ja, ik zal er maar op houden, zeker. Nicolas is de costumier, de 13e in die functie, aan die de kostuumkes aandoet. Ongeveer 150 keer per jaar, 150, 160 keer. Er zijn een aantal officiële momenten, 130-tal. En dan zijn er nog een paar momenten waarop hij ook kan gekleed worden. Soms twee, soms drie keer per dag. En ja, zoals ik u zeg, hij werkt echt mee. En dus het zijn allemaal kleine stukjes met velcro of met drukknopen, zoals u hier kan zien. Moet ik u dat echt laten horen? Wel ja, ik zal het maar doen. Hè. Even mijn laserpointer uitzetten. Voilà. Ja, dat zit voor de rest van de dag in je hoofd natuurlijk. Het mijne ook waarschijnlijk. Maurice Chevalier heeft in 1949 een hymne geschreven voor Mannekepis. Hij heeft ook zijn kostuum, een kopie van zijn kostuum, geschonken aan Mannekepis. En dat is ook één van zijn kostuums. Uiteraard, dat had u begrepen. Ai, nee, dat is niet de bedoeling. Sorry. Er moest iets verkeerd gaan, ik wist het. Dit is het laatste kostuum van Mannekepis. 1045 heeft hij er ondertussen wereld. Nierdag, 12 maart. En dan is hij een hele periode niet gekleed geweest. Dus de derde periode in de geschiedenis dat hij niet gekleed is. De vorige twee waren de twee wereldoorlogen. En dus corona is dus de derde periode geweest. Maar dus kostuum 1045. En ik ben er een klein beetje over tijd, mijn excuses daarvoor. Ik vraag me af of u massaal gekeken heeft. Ik vraag me ook af of er vragen zijn die ik zou kunnen beantwoorden. In ieder geval, dit zijn de adressen die ik u beloofd had. Dus u heeft hier het adres voor de inlichtingen. Hier beneden staat dat natuurlijk. En dus u ziet daar zak.
inlichtingen en bezoeken. publiekswerking@bucity.be. Het is natuurlijk publiekwerking van het Broodhuis. Jean-Marie Teller is de man die u daar zal bij beantwoorden. En ik rest mij om u te bedanken voor uw aanwezigheid. En rest mij om even te kijken of er vragen zijn al dan niet. Ik zie er geen. Ik weet niet of dat dan een goed teken is of een slecht teken. In ieder geval, ik zal alles uitgelegd hebben. Het zal dat zijn natuurlijk. Dus u heeft alles gehoord en u heeft geen vragen. Dus rest mij om u te bedanken. Rest mij om mijn assistenten te bedanken. En ik hoop u massaal te kunnen begroeten. Niet alleen voor de fontein. Misschien het museum van Mannekepis. Dus wanneer u een toegangsticket koopt voor het Broodhuis, dan krijgt u er gratis bovenop nog een ticket voor het museum van de kostuums. Eigenlijk de kostuums, de garderobe van Mannekepis te bezoeken. En dan moet u dat uiteraard ook doen. Hè? Geen vragen, zie ik, zegt Jean-Marie. Bedankingen, heel fijn natuurlijk. Ik hoop dat u genoten heeft van mijn uitleg over Mannekepis. En zoals ik zeg, om u heel vaak en massaal te zien in Brussel. Dank u wel en hopelijk tot heel binnenkort.